Vandaag ga ik praten met Gerard Endenburg. Gerard is platenspecialist in Almere, cd-specialist. En met hem ga ik praten over zijn leven in de muziek, zijn leven met muziek. Je eerste muzikale herinnering, wanneer was dat en hoe oud was je? Dag en jaartal. Ik denk dat het ongeveer pakweg 1952 geweest was. Misschien 1951. Ik kon nog niet lopen. Dat is het beeld wat ik heb. Ik zat op de grond. Mijn moeder die probeerde de kamer te stofzuigen. En op de radio hoorde ik Louis Armstrong. Ik kroop naar de stekker van de stofzuiger toe om die uit het stopcontact te halen. En zei tegen mijn moeder, ik wil naar de muziek luisteren. Oh, the shark has pretty deep dear. And he shows them very white. Just a jackknife as my heat dear. And he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears back heat, dear, so there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down. And the cement's for the weight, dear, that you might keep back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And my heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tatri, Jenny Divo, Lottie Landers, St. Lucy Brown. Yes, the line bounds on the right, dear. Now that my keys rock in time. We hebben hem ook op cd tegenwoordig, hè? Ja, ja, ja. Een jonge Louis nog. Ja, ja, maar dit is dus inderdaad, nou, wanneer zal het geweest zijn? Jaren 40 opgenomen. Nou ja, 1951, 1952 hoorde ik dat op de radio. Ja. Je kon wel ook praten, want je was 2-3. Ja, ik denk dat ik al heel vroeg kon praten, ja. Ja, ja. Ja. Al was het brabbelen. Nee, maar op mijn tweede kon ik al praten. Volgens mij leer je dat toen al. Ja. Ik denk dat ik zelfs al kon lopen ook, hoor, tegen die tijd. Maar de muziek zat er vroeg in. Ja, nou, dat ik in ieder geval gepakt werd door de muziek. Dat me dat interesseerde en dat ik daarop reageerde. Want deze anekdote, die heb ik natuurlijk vele malen van mijn moeder mogen horen. Op verjaardagen, feesten en partijen. En je tweede bewuste herinnering aan muziek? Denk dat dat op het schoolplein geweest is. Het lagere schoolplein. Daar... Hoe oud waren we toen? Een jaar of 6, 7, hè, dat we voor het eerst naar school gingen. En toen kwam de rock'n'roll net in. Dus 1956, 57 misschien. Exacte jaartal weet ik niet meer. In ieder geval, de muziek die me toen gepakt had, was van Little Richard. Ome Loody, To The Fruity, zongen we met z'n allen. En daar werd dan een beetje op getwist, hè. Ik heb hier het plaatje ook. Geen 78 toerenplaat. Wel een originele oude plaat. Het is misschien leuk om die even in de camera te houden. Ja. En zoals bijvoorbeeld bij de Keith Richards en zo, die zeggen, ja, het was echt een soort blikseminslag en mijn hele leven kreeg zin of zo. Was dat ook zo toen je Little Richard hoorde of was dat ook bij Louis Armstrong? Nou, ik dacht toen niet zo, mijn leven heeft zin. Maar het feit dat ik daar zo op reageerde
En ook het feit dat ik me die beelden nog wel kan herinneren, dat ik het middelpunt van de belangstelling op het schoolplein was, terwijl ik toch eigenlijk een vrij introvert karakter had. Maar op het moment dat we die muziek hoorden, of dat er over Little Richard gesproken werd, leefde ik op en begon ik te dansen. En ik meen dat het toen ook gevroren had. Dus dat er van die plassen ijs op de koer, op het speelplein lagen, waar we dan op gingen twisten. Dat bewoog zo lekker. Toen kwam Otis, de kermis. Zijn wel weer een paar jaar later hoor. Ik denk dat dat toen 1965 was, 1964. Je was 12 toen? Nee, 14, 15 jaar. Ja. Ik ben altijd wel een loner geweest, dus ik had ook geen moeite mee om alleen naar de kermis te gaan. En dan liep ik rond en dan keek ik vooral naar wat er om me heen gebeurde. Maar op een gegeven moment kwam ik bij een of andere gokkraam. En niet zozeer het gokken dat mij intrigeerde, maar vooral de muziek die toen gedraaid werd. En dat was voor de eerste keer dat ik het nummer Amen hoorde van Otis Redding. En daar heb ik een hele tijd naar staan luisteren. En daarna ben ik meteen gaan sparen voor die single. En dat is ook exact deze single. Want toen was ik ook nog zo stom om overal mijn naam op te schrijven. Want dat deed je, want daarna nam je de singeltjes mee naar feestjes en partijtjes. En als je naar huis ging, dan wilde je wel weer je eigen single meenemen. Dus Amen, die hoorde ik toen op de kermis. Tussen al een cacophonie van geluiden om je heen. Want iedere kraam, iedere stand, die draait zijn eigen muziek. Maar vooral de rust van Amen, van Otis Redding, die sprong er toen voor mij uit en pakte mij toen enorm dat ik meteen het kippenvel op mijn armen kreeg. Nou ja, ik ging in die tijd kranten lopen, dus ik had snel die 3,65 gulden bij elkaar gespaard. Ik kocht deze single
En toen viel me op dat die single ook een achterkant had. Nou ja, dat wist ik natuurlijk wel. Ja. Maar vooral het nummer op de achterkant, dat vond ik eigenlijk nog beter dan Amen. En dat was nummer Hard to Handle. En dat ken je waarschijnlijk wel van de Black Crowes. Dat is wat meer jouw jeugd, denk ik. Ja. Dat je dat gepakt heeft. En nou ja, Hard to Handle is door nog veel meer artiesten gecoverd. Maar Otis Redding heeft dus wat mij betreft daar het origineel van gezongen. Show hard to hell and I yes around. Action, speech louder than word, and I'm a man with a great experience. Je schreef je dingen, je naam erop voor feestjes. Was je ook iemand die dan DJ speelde? Ja, dat klopt. Ja? Ja. Ik nam de plaatjes mee. En die draaide je dan ook? Ja. En ik was ook altijd erg boos wanneer de muziek gedraaid werd die mij niet aansprak. Oké. Maar dat is handig als je zelf DJ bent natuurlijk. Dan ja, daarom, jij wat ja ik weet niet hoe het kip en het ei verhaal in elkaar zit, maar ik wilde wel graag daar een belangrijke vinger in de pap hebben. En ik liet me ook niet zo gauw voorschrijven van wat er gedraaid moest worden. Ja. Dat nam ik zelf mee. En ik was in die tijd ook wat meer van de underground en wat minder van de disco. Want een paar jaar later kregen we natuurlijk de underground aan de ene kant met Deep Purple, Iron Butterfly. En de disco aan de andere kant met James Brown en Earth, Wind & Fire. Nou, James Brown kon ik dan wel waarderen. Maar Earth, Wind & Fire, dat was voor mij alweer een stapje te ver. Hè. Omdat het te elektrisch of te elektronisch klonk? Kwestie of van smaak is het. Oké. Okay. Ja. Je had op zich geen probleem met synthesizers en dat soort dingen? Nou, dat wel. Nog steeds wel, ja. Nog ik hoor liever een gitaar. Ja. Heb je ooit gitaar gespeeld? Nee. Wel geprobeerd of? Nee. Dat talent heb ik nooit gehad, nee. Okay. Ik heb er graag naar geluisterd, maar ik heb het nooit gespeeld. Ja. Wat wilde je niet op een gegeven moment toen je 14, 15, 16 was, dat je dacht, ik zou toch wel muzikant willen worden? Nee, muzikant heb ik nooit willen zijn. Ik heb wel graag bij die scene willen horen. En dat is later ook wel uitgekomen. Want nu gaan we misschien een beetje te snel in de tijd. Maar ik heb wel jarenlang manager van een bandje gespeeld. Concerten georganiseerd onder andere. Maar als manager ben ik dus heel vaak met de band Secret Sounds op stap geweest. Mm. En was ik de man op de achtergrond, de regelaar. Degene die de contacten maakte met de zalen. Ja. Die bepaalde hoe later gespeeld moest worden. Die de band probeerde in goede banen te leiden. Dat we op tijd aankwamen. Dat er wat te drinken was. Nou ja, alles wat een tourmanager doet. Ja. Maar als manager moet je ook alweer op een manier een harde zijn, hè? Jij hebt de vogels open, hop, ontnuchteren en dat soort dingen. Nou, ontnuchteren is moeilijk hoor voor een optreden om dat van iemand te eisen. Nee, maar ik probeerde inderdaad wel een klein beetje boven de band te staan. Of beter gezegd wel op hetzelfde niveau, maar als er een beslissing genomen moest worden, kon ik dat wel. Ja. Dat is misschien wel de zwaarste baan in het muzikantendom, on the road. Het is wel zwaar hoor, want ik ging natuurlijk overdag nog gewoon werken, altijd in platenzaken. En 's avonds werd het regelmatig 4 uur, 5 uur voordat we thuis kwamen. En als je net vanuit Winterswijk in de auto met 6 man gereden hebt en je hebt ze dan in Utrecht allemaal op verschillende plekken nog eens een keertje afgezet en je komt dan als laatste om 5:30 thuis, dan zit er nog zoveel adrenaline in je bloed dat je niet meteen naar bed kan en dat je eerst nog eventjes op de bank moet of een glaasje wijn moet drinken of iets anders om even te ontnuchteren of in ieder geval om even weer back to earth te komen. Ja. En dan ging de wekker weer om, hoe laat? Nou, 3 uurtjes later. Even terug naar Carla Thomas en Otis Redding. Hilversum. Ja, 1987. Otis Redding hebben we gehad, hè? Amen. Otis Redding is ook niet zo oud geworden, zoals je wellicht weet. Hij hoort niet tot die club van 27, wat heel veel mensen denken. Maar hij is slechts 26 jaar geworden. Hij is met een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Ging met zijn band, de Marquis, van A naar B. Het ging enorm stormen. Het vliegtuig is neergestort en niemand heeft dat overleefd. Otis Redding was toen al een hele grote jongen op zijn 26e. Hij had toen al een range met paarden. En hij was ook manager van een label en van heel veel artiesten. Hij zorgde onder andere ook voor Arthur Conley, Sweet Soul Music. Arthur Conley
die een hele introverte jongen was. Een hele rustige jongen, een hele gevoelige jongen, maar een geweldige stem. En hij werd door het management van Otis Redding omarmd. En Sweet Soul Music werd dankzij de inspanningen van Otis Redding een enorme hit. Arthur Conley, maar we maken nu even een zijsprongetje, is de dood van Otis Redding nooit te boven gekomen. Hij heeft nooit meer goede platen gemaakt. Hij heeft op een gegeven moment helemaal de schaduwzijde van de business gekozen. Hij was homoseksueel. Hij kon dat in Amerika niet uiten. Mm-hmm. Hij is op een gegeven moment naar Europa verhuisd. Hij is in Ruurlo of all places terechtgekomen. Hij heeft daar de vriend van zijn leven ontmoet. En tot zijn dood, 2-3 jaar geleden, hij is op 76-jarige leeftijd aan een hartaanval overleden, heeft hij al die tijd in het rustige Ruurlo een gelukkig leven geleid. Ja. Maar Otis Redding was zijn meester en Otis Redding was ook de baas van een enorme hoeveelheid artiesten voor wie hij zorgde. En een van de ontdekkingen van Otis Redding was bijvoorbeeld de dochter van Rufus Thomas, die toen met de Funky Chicken al een hele grote hit gehad had. En Rufus Thomas had ook een dochter en die heette Carla Thomas. Carla Thomas en Otis Redding hebben een geweldige plaat samengemaakt. King and Queen. En daarop staat een aantal nummers wat grote hit geworden is. Maar één nummer wat mij toen al heel erg aansprak, want ik heb die plaat ook bijna toen die uitkwam al gekocht, want ik volgde Otis Redding nogal fanatiek, is het nummer When Something Is Wrong With My Baby. When something is wrong with my baby. Something is wrong with me. I know when she's a little worried. En in het jaar 1987 was ik in de gelegenheid om een festival in Hilversum te organiseren. Althans mede te organiseren, maar ik mocht de programmering doen. En een van de artiesten die toen bereid was om op ons festival te komen spelen was Carla Thomas. Okay. Nou, ik heb Carla Thomas voor aanvang van het concert nog even gesproken. En verteld van mijn liefde voor Otis Redding. En dat ik het zo geweldig vond om haar nu hier te zien. En tijdens het optreden zong zij dus nog een ode aan Otis Redding. En onder andere ook het nummer When Something Is Wrong With My Baby. Wat ze toen aan Otis Redding opdroeg. En ja, het is een ongelooflijk toeval misschien, maar diezelfde avond leerde ik ook een meisje kennen die naast mij naar het concert van Carla Thomas stond te luisteren. En tijdens dat nummer, When Something Is Wrong With My Baby, zoenden wij voor het eerst met elkaar. Nou, je begrijpt, dat is een... Of je begrijpt het misschien nog niet, maar misschien als ik het verhaal verteld heb, dat het voor mij een hele bijzondere avond was. Want dat meisje is die avond met me meegegaan. En 3 jaar later is dat meisje wat ik toen tijdens het concert van Carla Thomas zoende, de moeder van mijn dochter geworden. Kijk, dankzij Otis Redding. En dankzij Carla Thomas natuurlijk. Ja. Maar ze heet geen Carla. Dat had ik toch wel verwacht. Als zij een jongetje geweest was, had ze overigens Otis geheten. Dat wel. Ja, Jordi Otis hadden we haar willen noemen. Ja. Maar toen het een meisje werd, was het toch meer een Tessa dan een Otis. Ja, je had ook Tessa kunnen noemen. Hey, een andere man die voor jou belangrijk is geweest, is zoals je het zelf noemt, de soundtrack van de jonge man die je altijd bent gebleven. Ja. Is Bob Dylan. Bart. Ja, Bob Dylan. Ja. Bob Dylan, platen van Bob Dylan heb ik zo vaak gehoord, met name in mijn puberteit. En zo vaak naar de teksten geluisterd en daarvan zoveel van mezelf in teruggehoord, dat ik deze muziek altijd associeer met een bepaalde periode in mijn leven.
Nou ja, je weet zelf dat de muziek die je in je puberteit hoort voor de rest van je leven je favoriete muziek zal zijn en zal blijven. En wat mij betreft is Bob Dylan daar echt de belangrijkste exponent in geworden. En wat Bob Dylan betreft, hij heeft natuurlijk heel veel mindere platen gemaakt, met name in de jaren 80. Maar in de jaren 60 heeft hij zoveel hele belangrijke platen gemaakt. En dit is de allerbelangrijkste. En dit is het eerste album wat hij gemaakt heeft toen hij van de akoestische folk naar de elektrische folk overstapte. Toen hij dus mensen als Al Cooper en Mike Bloomfield zijn begeleiders liet worden. En daarna heeft hij dus met de band, die de band heette, zijn eerste elektrische optredens gedaan. Maar vooral dit album met het nummer Ballad of a Thin Man is voor mij nog steeds een van de allerbeste platen die er de afgelopen 50 jaar gemaakt is. Want er waren mensen die hem vervloekten omdat hij van akoestisch naar elektrisch ging. Ja, maar ja. Traitor en weet ik veel wat. Judas werd Judas, er geschreeuwd. Ja, ja. Judas. Ja, ja, dat concert is ook op cd verschenen. Een van de bootleg series. En ja, het is natuurlijk een verhaal wat heel vaak naar boven gekomen is. En hij is een enorme belangrijke schakel geweest in de ontwikkeling van de popmuziek, van de rockmuziek. Niet alleen door zijn teksten, maar ook door zijn muziek. En zoals je weet, dat iedere profeet die heeft zijn voorstanders en zijn tegenstanders. En hij is iemand die natuurlijk door zijn houding ook heel veel tegenstanders kreeg. En hoe groter de profeet is, hoe meer de tegenstanders ook opvallen. Ja. Kijk maar naar Judas bijvoorbeeld. Dan hebben we nog een vader en een zoon. Ja, dat is ook een heel bijzonder verhaal. Ik ben altijd wel een fan geweest van de singer-songwriter muziek. Daarnaast heb ik ook heel veel andere soorten muziek leren waarderen hoor. Ik luister ook naar klassieke muziek en ik luister ook naar reggae muziek. Maar de singer-songwriters, dat is toch het genre wat me het meest gepakt heeft. En waar ik in de jaren 70 veel naar luisterde. Ook omdat hij zulke muziek maakte die eigenlijk heel bijzonder was toen. En die ook heel bijzonder is nu nog steeds. Want we verkopen dat nu nog steeds in de winkel. En je kunt daar nog steeds mensen mee verrassen.